Het spijt me, mevrouw. Ik zat niet echt op te letten. Charlie? Ja, dat klopt. Wist je daarom het antwoord niet? Je bent er echt al de hele week mee bezig. Ik denk dat hij in 1 jaar maar 10 woorden heeft gezegd. Soms gebeurt het gewoon dat ik dichtklap. Gaat deze ene keer oefenen nou echt zoveel verschil maken? Ja, in mijn hoofd ja. Yes! En ze heeft niet echt een leuk leven. Mia wordt haar beste vriendin. En daarna wordt het ineens heel erg somber. De ene helft van de tweeling die gaat dood. Je hebt in ieder geval geen blackout. Anders kan je gewoon je voorstellen alsof iedereen in zijn blootje staat. Klas voor blote meisjes. Wil je haar niet in haar blootje zien? Over een tweeling waarbij er een van de twee doodgaat. Timo ligt met levensgevaar op de intensive care. Het kan echt niet hoor. Waar ga ik het over doen? Pieter heeft een plan. Ik ga nu een bespreking houden over iets anders. Soms denk je dat je weet hoe meiden zullen reageren. Ik wil het gewoon liever niet over die tweeling doen. Kijk af en toe ook even op van je blaadje. Ja, ga het boek lezen en dat was het einde van mijn presentatie. En waarom heb je specifiek voor dit boek gekozen? Heb jij het boek wel gelezen? Nee dus. Ik had dit van jou niet verwacht, Pieter. Ik heb wel een boek gelezen. Wat heeft Sophie met jouw boekverslag te maken? Hij wilde me niet aan Timo herinneren. Ik wou je niet herinneren aan Timo. Ik ben gewoon nog steeds hetzelfde. Over dat boek. Mm-hmm. Ik wil hem eigenlijk best wel graag lezen. Echt? Ja. Oké, dank je. Mensen zijn altijd super bang om over erge dingen te praten. Maar het lucht juist op. Want mama die zegt ook altijd dat je nare gevoelens er gewoon uit kunt praten. I'm sorry.